Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag woensdag 13 oktober. Vandaag in het journaal zullen we zo meteen live bellen met minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie. Hij zal ingaan op de onregelmatigheden die zich afgelopen zaterdag hebben voorgedaan, waarbij jeugdigen enorme rellen hebben veroorzaakt in de binnenstad en ook waarbij er helemaal geen rekening werd gehouden met de COVID-maatregelen, waaronder de Mohana-regels en de lockdown. Dus blijft u afgestemd. We hebben zo de minister aan de telefoon. In het journaal van afgelopen vrijdag hadden wij het over een groep huisartsen van Maron afkomst, maar ook gezondheidsdeskundigen die zich gebundeld hebben in een collectief om de bewustwording over COVID-19 en de vaccinatie onder de Maron-gemeenschap te vergroten. Zo werd er ook aan de Industrieweg op het gezondheidscentrum van Dr. Anders Alendi ook gevaccineerd. Daar werden er 125 mensen voorzien van hun eerste als ook hun tweede prik. We hebben gemerkt dat de vaccinatiebereidheid onder de Maron-gemeenschap laag was. En op grond daarvan zijn we dus samengekomen als Maron-deskundigen, artsen en verpleegkundigen in een groep. En wij hebben dus toen via opbelprogramma's in communicatie getreden met de mensen, waarbij we ze de mogelijkheid boden om hun vragen te stellen. En dan werden dus om in hun eigen taal begrijpbaar aangegeven, dus waar het om gaat als het gaat om de ziekte COVID, maar ook om vaccinatie. Verder als uitvloeisel van die bundeling hebben we dus gemeend om vandaag een vaccinatiedag te organiseren op de poli van collega Alendi. Zodat we de mensen de gelegenheid geven om zich hier te vaccineren. Maar ook als ze dus vragen hebben dus, met betrekking tot het vaccineren, dan kunnen ze dus op die manier in hun eigen taal dus de vragen stellen en op begrijpbare wijze dus antwoord hier krijgen. Dit alles tot doel dat de mensen dus informatie krijgen en dan een geïnformeerd besluit nemen. Wat wij hebben gemerkt toen we zo met die mensen praten, hebben we gemerkt dus dat er een aantal mensen hebben aangegeven dus dat ze bereid zijn om het vaccin te nemen. We hebben gezien dat een heleboel mensen eigenlijk twijfelden omdat ze dus de informatie dus niet hadden. Wij hebben dus ook aangegeven eerder ook dat we ook nog steeds bezorgd zijn omdat het niet is wat het wezen moet. Vandaar dat we dus ook in de planning hebben dus om andere strategieën toe te passen, zoals het inzetten van mensen, van role models, dus mensen dus, naar wie deze mensen dus luisteren, om ze te, de juiste informatie te geven, zodat zij het door kunnen geven. En de vraag of het alleen om Maron in het binnenland gaat, het gaat dus, denken wij, dus om de Maron-gemeenschap in zijn totaliteit, dus niet alleen in het binnenland, maar ook hier in Paramaribo op de poli. Wanneer we praten met onze Maron-broeder, dan zien we dus dat er vaak nog twijfel is. En dan proberen we dus om, om deze mensen dus, de juiste informatie te geven. En we zien dat het gestadig loopt met de bereidheid om te vaccineren. Thank you.
Aan de telefoon hebben wij nu de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoxie. Minister, goedendag. Om meteen met de deur in huis te vallen. Afgelopen zaterdag is Suriname opgeschrikt door de rellen, welke voornamelijk door jongeren zijn gepleegd. Ook was duidelijk merkbaar dat de Mohana-maatregelen niet werden nageleefd en ook de lockdown werd genegeerd. Wat heeft dit gedrag voor de minister te betekenen? Voor mij, ja, laat me eerst Suriname groeten. Ik ben geschokt door de beelden natuurlijk. We verwachten zoiets niet. Hè. Het is baldadigheid, baldadige jongeren. We hebben wel het een en ander kunnen volgen in het buitenland. Ten aanzien van baldadige jongeren in verschillende landen. Dit is eigenlijk ook van een van de resultaten van de COVID-pandemie. Dat mensen een beetje beperkt worden in hun vrijheid. Ouders hebben minder inkomen. Er zijn heel wat factoren die tot dit soort uitspattingen kunnen leiden. We verwachten ze niet, we willen ze ook niet. Maar het is nu overgewaaid naar hier. En voor justitie betekent het natuurlijk vervelende ontwikkelingen waarop we zeker wel een antwoord moeten vinden. Wat zijn de stappen die de politie nu zal gaan ondernemen, zodat zulks zich niet meer herhaalt? We hebben, kijk, wat laatst is gebeurd. Er worden geregeld, tenminste de laatste tijd is het vaak voorkomen, dat bijvoorbeeld bij Wakapasi, bij Hermitage Mall, en zeker deze twee locaties, dat jongeren zich misdragen, dat ze zich verzetten tegen de lockdownmaatregelen. En dit keer, wat de politie heeft gedaan is, eigenlijk al een zeker 2 weken is dat de gedragslijn, dat de jongeren worden verwijderd voor de lockdown tijdstippen en dat ook de locaties worden gesloten. Dat is de gedragslijn en dat zeker de afgelopen 2 weken is dit gebeurd, dat de politie dus vroegtijdig deze locaties sluiten en ook de jongeren verwijderen. Voordat het uit de hand loopt, voordat het te druk wordt. We hebben ook ervaring met de Pagwa-activiteiten een paar maanden terug. Dus anticiperend daarop is dit nu de gedragslijn. Maar minister, gezien het feit dat er vaker genoeg calamiteiten zich voordoen bij Wakapasi, zouden de standhouders niet aan spraak gesteld moeten worden? Want via social media worden vaak flyers geplaatst met activiteiten. Dus als de mensen oproepen om te komen chillen, dat weet ik niet. Maar ze zijn de politie en de DC zijn wel bezig met zeker voor wat betreft Wakapasi. Is de DC en de politie bezig met de standhouders, met de unithouders. En voor zover ik weet, verlenen ze wel hun medewerking. Dus die medewerking heeft de politie wel en de DC. Maar natuurlijk, de standhouders, de unithouders, moeten natuurlijk alert zijn. En ik bedoel van, als u rustig wil ondernemen, moet u ook de regels van de overheid volgen. De regels opvolgen. En bijvoorbeeld met zelf een eigen bewaking hebben, eigen veiligheidsmannen bij de standhouders, om het oogje in de zeil te houden. Dat bijvoorbeeld het niet overcrowded wordt bij een bepaalde stand. Dus ze kunnen ook meewerken en hun ondersteuning geven. Dus ik bedoel van, ze hebben er zelf ook baat bij dat het rustig daar is en dat ze rustig hun onderneming kunnen runnen. Dus sowieso verwachten we meer samenwerking, meer ondersteuning om alles in goede banen te leiden. Ik bedoel van, wanneer bijvoorbeeld te veel mensen ergens zijn. We weten allemaal dat een potentiële locatie wordt voor besmettingen. En dat willen we zeker voorkomen. Minister, op social media worden er dagelijks flyers gepost
waarbij mensen worden opgeroepen om zich te registreren om deel te kunnen nemen aan illegale feesten, vooral buiten de stad. Ook zijn er beelden te zien waarbij de feesten enorm druk worden. Kan de politie zulke plekken niet aandoen? Dus dat is een idee, maar laat me u zeggen, wanneer wij krijgen die flyers ook, de politie ook, en er wordt wel ingespeeld. Natuurlijk kunnen we niet overal, kan de politie niet overal zijn, maar er wordt zeker wel ingespeeld op de advertentie, het adverteren van deze happenings, deze illegale feesten, deze illegale zaken die plaatsvinden. Dus de politie anticipeert wel daarop. Tot slot, minister, heeft u een boodschap naar de samenleving? Ja, laten we het hoofd koel houden. Laten we de juiste oplossingen zoeken voor zaken die als nieuw fenomeen zich bij ons afspelen. Ik als minister zal de komende tijd, eigenlijk volgende week al, volgend weekend, zal ik ook bezig zijn met jongeren om ze te spreken. De kick-off zal ik geven op Sibylla, op Latour, komend weekend. En dan zal ik zeker de buurtcentra's aandoen om jongeren bij elkaar te brengen en om ze te motiveren, om ze te waarschuwen op de gevaren van dit soort gedrag, dit soort uitspattingen. Ik roep op om medewerking, weet je, ouders, om hun verantwoordelijkheden op te pakken naar hun kinderen toe, naar hun kroos. Ik bedoel van, we willen niet goed mensen opsluiten. Weet je, dit gedrag moet zeker niet gestimuleerd worden. Het COVID-journaal ging de straat op om de man van de straat te vragen zijn of haar mening omtrent het Wakapassi-incident afgelopen zaterdag. Ook wilden wij weten als zij vinden dat er weer een lockdown moet komen om zulke massa's te voorkomen. Eerlijk gezegd, ik vond dat wel een beetje nonchalant wat ze hebben gedaan. Want hoe je draait of keert, er is nog steeds COVID. Dus ik zou ze toch aanraden om niet in zulke grote groepen bij elkaar te staan. Het is gewoon super slecht, man. Het is gewoon niet te bedenken, man. Wel, ik ben niet op de hoogte daarvan. Ik heb wel even een video langs zien gaan. Maar boy, wat zal ik daarover zeggen? Ik weet niet hoor. Waarom ze het zouden doen, weet ik echt niet. Wel, als je steeds van de Tjeroko gedrag van de Ching, dus voor ze keer afvoering gewatra. Soms de Ching, ik had eerlijk dat ik kwam fout dat ik in de bombroko de zand. Ik vind het verschrikkelijk. Dus dat is wat ik ervan kan zeggen. Ik snap enerzijds de frustratie wel. We zitten al 2 jaar bijna met lockdowns. Het is een heel onzekere situatie. Hun leven is op een bepaald moment gewoon heel drastisch veranderd. En ik vond het belangrijk dat iemand had aangehaald dat dat niet de enige groep was die na lockdown bezig is geweest. Er waren meerdere mensen op verschillende gebieden de regels aan het overtreden, maar dat is de situatie die het meest belicht is geweest. Dus ik kan het aan de ene kant wel snappen. Ik vind het wel jammer dat het is gebeurd, maar verder heb ik niet zoveel te zeggen daarover. Zo, lockdown. Ik ben geen voorstander van lockdown. Is best wel moeilijk voor bepaalde mensen wanneer er full lockdown is. Want ja, sma moes nyang, isabi tras ma moes gauroko, etcetera, etcetera. Maar ik denk dat er gewoon strakkere regels moeten komen. Ik vind niet dat het nodig is hoor. Nee, die mensen moeten zich gewoon aan de regels houden, denk ik wel dat het beter is. Want sommige mensen komen van heel ver om in de stad te werken. En met vervoer is het soms ook lastig. Dus ik vind niet echt dat er een lockdown nodig is. Dus eigenlijk ben ik al moe van lockdowns. De druk op het gezondheidssysteem is wel heel hoog. Het is een oorlogssituatie, kan je zeggen, aan het werk. Maar uiteindelijk gaan die andere sectoren ook eronder lijden. En we hebben al een fragiele economie. Dus een zwaardere of nog een lockdown gaat at this point niet meer helpen. Vooral niet als er zoveel keuzes zijn uit vaccins.
Wat ze moeten doen is gewoon echt een door-to-door policy implementeren wat betreft vaccinatiepromotie, dus awareness. Dat je echt van deur tot deur naar mensen gaat en met ze praat en kijkt, oké, waarom willen deze mensen niet vaccineren? Wat houdt ze tegen? En dan echt gewoon op die vragen ingaan. Want from top-down werkt het niet meer. Dat uitzenden van filmpjes en zeggen van ja, oké, je moet naar de website gaan, dat helpt duidelijk niet. Zo heeft u het gehoord van minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie, die is ingegaan op hetgeen zich afgelopen zaterdag heeft afgespeeld in de binnenstad. En hiermee zijn we dan ook aan het eind gekomen van dit journaal. Ik wens u nog een genoeglijke avond verder en tot ziens.